Nicky Zwaan, die maakte een tijd geleden een fantastisch werk, ook een van mijn favoriete werken van haar, maar misschien sowieso wel. En dat is een projectie van een regenboog op een soort gordijn van water. Dus je moet je voorstellen, het is donker, je ziet zo'n soort waterlandschap in de gracht van Amsterdam. En er is één grote soort gordijn met zijn brandweerslangen gespoten projectiescherm. En daar projecteert ze een regenboog. Je ziet midden in de nacht of in het donker opeens een regenboog. En dat is ontzettend grappig, maar het is ook fantastisch. Het betovert je echt een beetje. En dat is typisch iets wat Nicky heel goed kan. Je gewoon iets laten zien waardoor je niet eens meer gaat denken van ik vind het mooi of niet mooi, maar het overweldigt je. Maar ze maakt ook hele eenvoudige dingen en bijvoorbeeld observaties zoals waar ze uit haar raam geparkeerde auto's fotografeert. Ja, dat is iets, je ziet het wel eens vaker, je ziet best drie rode auto's achter elkaar. En dan heb je misschien wel eens de neiging om daar een foto van te maken, maar zij doet dat ook. En doordat zij het laat zien en de context van haar andere werk eromheen, die het zorgt dat het dat overstijgt. Dus het wordt veel meer dan als je een foto ziet van drie geparkeerde auto's op dezelfde kleur. Het gaat veel meer over het moment in de tijd in de geschiedenis dan alleen maar over een grappige observatie. En dat is vaak met haar werk, dat het waarschijnlijk ziet het er soms heel simpel uit. En tegelijkertijd gaat het ook over iets wat veel groter is dan dat.